Voor het aankoppelen van onze aanhangwagen is het ook noodzakelijk dat we onze radio uitzetten, de alarmlichtjes aan en onze ramen open, zodat we goed de omgeving in de gaten kunnen blijven houden. Daarna rijden we rustig richting onze aanhangwagen en we letten erop dat we al het overige verkeer voor laten gaan. Dus komt er iets aan, moeten we even stoppen. Zorg bij het naderen van je aanhangwagen dat je al zo probeert zoveel mogelijk recht voor die aanhangwagen uit te komen. Dat is alleen maar makkelijk bij het laatste stukje. Nou, het laatste stukje kunnen we zo meteen natuurlijk op de camera bekijken. Zodat we rustig ervoor kunnen zorgen dat onze kogel onder de koppeling komt. Doe dit uiterst voorzichtig natuurlijk, hè, dat we niet te hard aankomen rijden. Dan kun je kijken in je spiegels of je een beetje recht achter zit. En dan kunnen we het laatste stukje rustig naderen. En als de kogel onder de koppeling zit, zetten we de auto stil en op de handrem. Nou, nu kunnen we het neuswiel omhoog doen, zodat de aanhangwagen zakt, dat de koppeling dus over de kogel gaat. Als je eenmaal vastklikt, draai hem even terug omhoog en kijken we of hij goed vast zit, zodat we kunnen zien dat we de bus een beetje meenemen. Nou, dat is in dit geval natuurlijk goed. En dan ontspannen we hem even dat hij nog wel draagt. Nu gaan we eerst het haakje aanbrengen voor de rem van de aanhangwagen. Die halen we door het oogje heen en die hangen we in een lus vast. Dan doen we de stroomvoorziening erin. Let op het nippeltje dat dat precies goed zit. Steek hem erin, draaien we een slag en hij zit vast. Nu kunnen we het neuswiel verder omhoog trekken. We zorgen ervoor dat het neuswiel recht omhoog gaat. Houd het eventueel met je voet een beetje tegen, zodat je niet tegen die stalen remleiding aankomt, zeg maar. Maar dat die gewoon helemaal vrij omhoog gaat. Nou, zorg ervoor dat die goed omhoog komt en goed vast zit. Nu kun je de handrem eraf halen. Dan zit die vast. Nou, gaan we kijken of de remleiding van de spanning af is natuurlijk, omdat we de rem losgemaakt hebben. En nu gaan we even kijken of de aanhanger een beetje horizontaal achter de auto ligt. We lopen er even rondomheen, we kijken de verlichting even na, of er niks kapot is. Nou, bij slecht weer kunnen we even op het dak kijken of er niet te veel water op ligt. En in de winter of er geen stukken ijs op liggen die er vanaf kunnen. Controleer ook nog even de rubberen machet, of hij niet kapot is, dat er vuil tussen zit. Nou, alles is oké. Dus we kunnen gaan rijden.